Beste luisteraar, deze week hebben we de podcast twee keer moeten opnemen. De eerste keer was de file gecorrupt. Daarom hebben we het vandaag opnieuw opgenomen. Jammer genoeg was de microfoon van Nico constant aan het pieken. Ik heb dit bij het editen zoveel mogelijk proberen te verbeteren. Het is niet ideaal, maar wij wouden jullie het leuke gesprek niet onthouden. Wij lezen jullie commentaren onder de video's en proberen zo goed mogelijk geluidkwaliteit te leveren. Dit lukt echter niet altijd, vanwege verschillende factoren. Wij vragen jullie begrip en bieden onze excuses aan voor het ongemak. Alsnog veel luisterplezier met Nico en Roan. Ja, welkom. Leuk dat je kijkt of luistert. Ik ben Roan Nijboer, beleggingstrainer. En ik zit hier samen met Nico Inberg van deaandeelhouder.nl in de podcast. De wekelijkse podcast van deaandeelhouder.nl, waar we eigenlijk de leukste bijzaak van het leven bespreken. Of niet, Nico? Het voelt wel een beetje... Het voelt... Oh nee, de beurs, sorry. Laat ons bij ons eigen vak houden. Het voelt wel een beetje vreemd, Nico, want ik zit hier in Naarden natuurlijk, bij jullie kantoor, in een andere kamer. Ja, zo dichtbij en toch zo ver weg, Roan. Maar er ging iets mis gisteren, we gaan het gewoon even vandaag opnemen. Vrijdagmiddag, voordeel is, we hebben meer informatie, we weten al bijna hoe de beurs eindigt vandaag. Dus, let's go. Ik kan niet wachten om te beginnen. Je hebt ongetwijfeld voor ons een tip van de week op het einde. Ja, heb ik. Mooi. Nog niks over vertellen. Nee, ik heb het natuurlijk niet. Toevallig gisteren al van mogen snoepen. Ja. Er is nu muziek op het Damrak. Na de Free Record Shop, het eerste beursgenoteerde muziekbedrijf dat met een zacht volume eigenlijk naar de beurs ging. Er was niet zoveel aandacht aan, maar toch een parel van een bedrijf. Daar gaan we het zeker over hebben. Shell, een mega desinvestering waar ik het met je over wil hebben. En waar jij het ongetwijfeld ook nog even over wil hebben. Waar ik eigenlijk ook een vraag over heb. We zijn allebei hier in het zwart gekleed. Maar het was niet bepaald zwarte donderdag na de Fed meeting. Waarin ze eigenlijk hebben gezegd de rente eind 2022 te gaan verhogen. En langzaam te beginnen met taperen. Maar dat ook niet alleen. Deze week al die Evergrande problemen lijken naar de achtergrond verdwenen. Ja, vandaag weer niet. Dus ik las, dat klopt inderdaad. Ze hebben, ja, kijk, die Chinezen doen er alles aan om de boel een beetje in de lucht te houden. Dus er komen steeds berichten naar buiten toe van het bedrijf zelf. Hè. Dat zat er nu een soort update dat het een beetje pep talk voor het personeel. Vorige week zagen we al dat de grote man, Hui Kaiyan, of Jakan heet hij geloof ik. Ik ben de naam even precies kwijt, maar die had... zijn vrouw laten investeren in het bedrijf als teken van vertrouwen. Nou ja, dan als je denkt, als je je vrouw erin laat investeren, dan komt het goed allemaal. Ja. En, maar nu heb ik begrepen, tenminste, er stond een artikel op Bloomberg. En ook daarvan moet je afvragen wat natuurlijk de echte waarheid is. Maar dat ze niet betaald hebben gisteren. Ze moesten gisteren een betaling doen we hebben het over, van 83 miljoen. En die is in ieder geval nog niet ontvangen door... degene die het moest, die het binnen moest krijgen. Dus, en je ziet nu dat het ging gisteren even hard omhoog. En nu gaat alles weer omlaag. Dus het is wel, het zeurt nog steeds een beetje door. Ja, maar het lijkt niet. Ik hoorde in het verleden of vorige week veel beleggers en nieuwsites. Dit is het nieuwe Lehman Brothers. Daar lijkt het nog niet op, hè? Nee, kijk, het is... het speelt best al een hele tijd. Ik had het 2 weken geleden in een ander uitgezocht, magazine gezet en toen was er eigenlijk nog niet zoveel aandacht voor. Maar toen kwam die week erop en je ziet ook vaak als dit soort dingen in de media komen, eerst wordt het gewoon genegeerd, vervolgens komt er steeds meer aandacht voor en begint iedereen zich er een beetje zorgen over te maken. Nou, dus dan zie je dat kopers op de beurs, die worden wat voorzichtiger. Mensen die long zitten, die bouwen wat eerder af, dus je ziet een beetje druk op de beurs komen. Maar was ook een beetje wachten op de Fed-meeting, wat daar uitkwam. En ja, na aanloop, tenminste, na die Fed-meeting ging de beurs weer best wel hard omhoog weer. Dus dan zie je toch dat het, de Fed zei zelf ook, het is een beetje een Chinees feestje. Dat zei Lagarde ook, van de ECB. Van het zit met name in China, we hebben er hier niet zoveel last van, waarschijnlijk. En die weten natuurlijk ook niet. Ze hebben daar dus wel die glazen bol. Ja, die hebben geen idee. Wij hebben geen idee, maar zij ook niet. Dus dat maakt er helemaal niet uit. Ik bedoel, het zit zo wijd vertakt in China. En wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld de prijs van ijzererts en staal ligt een beetje onder druk. Ijzererts al langer. Dat als dit inderdaad zo'n impact gaat hebben. Hè, je hebt allemaal wel die beelden op gezien op YouTube van die
torenflats in China, die ze dan, daar hebben een stuk of 10 van die dingen gebouwd. Die staan leeg, die zijn niet te verkopen, dan laten ze weer inzakken. Ja. Net als vroeger thuis met Lego. Aan het eind van de dag trap je alles er in elkaar. Ja. Nou ja, en dan in het groot. Dus ja, het heeft natuurlijk wel impact op de bouwsector. Nou, als dit soort dingen gebeuren, andere bouwbedrijven of grote projectontwikkelaars worden ook hard afgestraft op de beurs. Dus het spel is nog niet gespeeld, zeg maar. Nee, voor mij voelt zoiets ook altijd van in een jaar worden er misschien 20 van zulke momenten elke keer uit een andere hoek voorspeld dat dit gaat de volgende grote crisis worden. Nou, één keer in de paar jaar is dat zo, maar meestal loopt het met een sisser af. En de Fed, de beurzen reageerden er eigenlijk als non-event op, dat gebeurde niet zoveel. Wat ik ook nog wel grappig vind is dat de Powell geloof ik wel reageerde op een andere lokale Fed-president over het handelen voor eigen rekening in aandelen. Dat vond hij toch echt niet kunnen? Ja, die Kaplan. Kaplan, ja. Die mag ermee kappen. Het is natuurlijk heel raar dat iemand die zo dicht bij het vuur zit, die beslist over renteverhoging of geen renteverhoging. Natuurlijk beslist hij niet alleen, maar hij zit toch wel. Hij is de baas van de Dallas Fed. Daar werken 1200 man. En hij zit in het comité die over de rente beslist. En dat hij dan, kijk, dat die mensen beleggen, Allah. Hè, dan zou je zeggen van, goed, je mag ETF's kopen of een beleggingsfonds. Als je het uit handen geeft, is verder niet veel aan de hand. Maar hij had, ik heb dat formulier gezien, dat hij echt voor meer dan 1 miljoen per transactie aan aandelen kocht. In Alibaba, daar had hij trouwens waarschijnlijk niet zoveel geluk mee. Dat zou je niet kunnen doen. Maar ook van mijn Microsoft, noem maar op, allerlei aandelen. Maar hij zat ook in de future te handelen. In S&P futures. Dus nou, dan ben je heel gericht bezig om zeg maar, positie in te nemen. Of misschien ging je wel short, dat weten we allemaal niet wat hij deed. Maar hij was best wel agressief voor zo iemand aan te handelen echt. Ja. En hij komt natuurlijk bij Goldman vandaan, dus hij weet wel waar Abraham de mosterd haalt. Ja, ja. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. En officieel was het zo dat hij aan alle regels voldeed. Maar goed, nu gaan ze die regels aanpassen. Ja. Dus er was er nog eentje, hoe heet die? Rosengren, die zat meer in de obligaties te klooien. Maar dat is toch dat is raar. Ja. En het was goed dat hij daar wel wat over zei, want dat is ook, en dan haal je ook een beetje de angel eruit. Want iedereen kijkt er natuurlijk naar. Kijk, het allerbelangrijkste voor een bank is vertrouwen. Ook voor een commerciële bank. Als het vertrouwen weg is, halen de mensen hun geld terug en dan is het afgelopen. Ja. En dat geldt ook voor de Fed. De Fed moet echt te vertrouwen zijn. Dat moet een institutie zijn die boven alle verdenking verheven is. En als ze dan zelf lopen te klooien op deze manier, ja, dan gaat dat natuurlijk niet goed. Ja. En dan is het niet eens zozeer dat hij slechte intenties kan hebben, omdat hij natuurlijk al multimiljonair is. Dan denk je van, wat kan zo iemand nou, wat boeit dat nou? Maar het gaat vooral om het vertrouwen in het instituut, de Fed. Want dat is eigenlijk, ze zijn de baas over het geld, maar geld heeft natuurlijk alleen zijn waarde, omdat wij erop vertrouwen dat het zijn waarde behoudt. En de centrale bank is daar natuurlijk het boegbeeld van. Precies. Ja, oké. Voor de luisteraars misschien leuk, als je deze transacties van Fed-presidenten, maar ook Amerikaanse senatoren wil trekken, kan je dat doen op quiverquant.com, als je dat even googelt, dan komt dat zo naar voren. Dan kan je bijvoorbeeld ook zien, Nico, dat is ook wel grappig. De vliegtuigen van de CEO's in Amerika, op welke vliegvelden die landen, waar die zijn. En op die manier, want dat was laatst ook op tegenlicht, kan je bijvoorbeeld een aankomende overname of fusie kan je dan misschien herkennen. Als particulier is dat natuurlijk wel lastig, want dan heb je echt een achterstand op de professionele hedge funds die dat heel tot in details monitoren. Maar ik vind dat wel altijd grappig hoe ver dat soms gaat. Ja, ik heb het nog niet gezien, die documentaire. Het schijnt erg interessant te zijn. En ze kunnen op deze manier heel veel dingen in de gaten houden. Hè? Ik vermoed dat hedge funds dat op een of andere manier ook al wel doen. Als ze ergens een hele grote positie in hebben. Dat ze alles uit de kast halen. En ik wil niet zeggen dat ze mensen omkopen of zo. Maar goed, je kan best. Ja, als jij bij van een groot bedrijf en er speelt een overname. En je houdt in de gaten wat die CEO allemaal doet. Ja, dan kan je, als je bijvoorbeeld die secretaresse vraagt van, nee, hoe ziet zijn agenda eruit? Ja. Ach, natuurlijk niet. Maar je kan best wel aan behoorlijke informatie komen. En nu, met big data, kunnen ze heel veel dingen gewoon achterhalen. Ze weten ook gewoon bijvoorbeeld, maar je ziet ook dat bijvoorbeeld bedrijven als creditcardmaatschappijen, dat zat er ook in van mij, Visa en Mastercard, die weten dus precies wat mensen kopen. Ja. Die weten precies wat mensen kopen. Nou, die kunnen daar ook veel dingen mee doen. Daar zit ook een hele waardevolle informatie komt eruit. Ja, ja.
Dus. Ja, ik ben zelf altijd op mijn hoede als ik een hoog short percentage in een bedrijf zie. Dat hoeft niet altijd wat slecht te zijn. Bijvoorbeeld in Tesla, waar altijd heel veel short is, die hebben het allemaal misgehad. Maar gemiddeld hebben ze het denk ik wel goed. Maar bij GameStop niet. Bij GameStop niet. Daar hebben ze echt flink gebrand. Nee, daar hadden ze hun risicoparagrafen niet goed op orde. Ja. Maar zoals bij Wirecard. Wat was dat stom? Wat? Wat was dat ongelooflijk stom? Ik zag laatst nog die Michael Burry, die zat aan de andere kant. Ja. Die zat long in GameStop en die liet, voor mij een maand geleden, liet hij zien op Twitter hoe hij toen tegen die zaak aankeek. En toen stond er al heel veel short uit. Maar die mensen hadden gewoon een kaspositie van bij GameStop. Die hadden een netto kaspositie. Het ging helemaal niet zo slecht. Maar toch dachten ze dat het failliet zou gaan. Maar we dwalen af, geloof ik. Ja, ja. Ja, wat ik eigenlijk wou zeggen is dat als er heel veel shorters in zitten, dat je op je hoede moet gaan zijn. Want ja. Wirecard bijvoorbeeld gingen ze wel langs alle bedrijven die Wirecard had overgenomen in de wereld. Om te kijken of daar wel echt klanten kwamen, of daar wel echt personeel was en zo. En heel vaak bleek dat niet zo. En dan, ja, daar heb je als particulier toch wel een achterstand op zo'n professional die resources wel heeft. Ja. Maar je hebt ook ontzettende voordelen als particulier. Dat maakt het beleggen ook zo leuk. Je hebt bijvoorbeeld als particulier een hele lange horizon. Nou, een bedrijf dat misschien met de horizon bezig is op de lange termijn, is Shell. Nou weet ik niet of dit een goede lange termijn beslissing voor Shell is geweest door voor, ja wat is het, een kleine 10 miljard dollar hun deel van hun Amerikaanse activiteiten te gaan verkopen aan een soort van andere oliemaatschappij, ConocoPhillips geloof ik. Ja, ConocoPhillips. Hoe zie jij die transactie? Nou ja, kijk, Shell wordt natuurlijk een beetje achter de broek gezeten hier in Europa en Nederland, hè, door partijen die zeggen van joh, je moet afscheid nemen van de olie. Je moet wat doen aan energietransitie, je moet milieuvriendelijker worden. De uitstoot waarvoor Shell verantwoordelijk is, dat is behoorlijk. Maar ze tellen daar ook alle uitstoot. Ik heb vanochtend getankt bij Shell, dus dat is ook de schuld van Shell, mijn uitstoot nu. Ja. Dat wordt ook aan veel verteld. Dat is eigenlijk 90% van hun uitstoot komt van wat ze verkopen en wat hun klanten eigenlijk de lucht in verbranden. Maar goed, ik had gekeken op de website van ConocoPhillips, die hebben het gekocht, hè? Een transactie van 9,5 miljard, en daar wordt het echt juichend ontvangen. Ze zegt, nou, we hebben echt een heel goede deal gedaan. Nou ja, dat zegt Shell natuurlijk ook, maar goed, ja, misschien is het inderdaad een win-win situatie, ja. Maar voor ConocoPhillips is het voor hen een hele mooie deal. Ze zeggen van, nou, we uitgaande van een olieprijs van $50, we staan nu op 75, maar uitgaande van olieprijs van $50 verwachten zij dit geld binnen 10 jaar helemaal terug te hebben aan cashflows. Ze gaan alles uitkeren, dus hun dividend dat ze nu uitkeren, ik weet niet hoeveel dat is, dat wordt verhoogd met wat hieruit komt. En het leuke is dat de aandeelhouders van Shell, die krijgen ook dividend hiervan. Die krijgen ook, want 7 miljard van die 9,5 wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders door Shell. Dus ja, ik denk voor Shell is het een beetje dat ze toch wel iets willen doen. Om te laten zien dat ze wel van goede wil zijn richting de energietransitie. Met deze olieprijs is het eigenlijk business-wise, op korte termijn althans, voor Shell niet goed. Ja. Maar ze kunnen nu een beetje schuld afbouwen. Ze kunnen laten zien dat ze van goede wil zijn. En kijk, ze vinden die aandelenkoers natuurlijk veel te laag. Dus ik neem aan dat ze straks, als de hele zaak afgerond is, hè, het is al per 1 juli ingegaan, maar per vierde kwartaal geloof ik wordt het dan officieel geëffectueerd. En dan gaan ze waarschijnlijk een joekel van een aandelen inkoopprogramma opstarten. Van 5 miljard of 7 miljard, weet ik veel. En daarom loopt die koers nu ook natuurlijk op, omdat mensen denken van ja, er komt gewoon een grote koper in de markt. Ze willen die koers omhoog zetten. En dan gaan ze, je zou verwachten dat ze dit geld gaan besteden voor het aankopen van iets in zon- en windenergie of in waterstof of wat dan ook, maar dat doen ze nog niet. Nee. Dus eerst wordt de aandeelhouder verwend, zoals dat heet. Ja, maar de kritiek is toch van de politiek en van de maatschappij op Shell, dat ze toch alleen maar juist die aandeelhouder verwennen en ze zouden juist meer het milieu moeten verwennen, maar dat doen ze dus nu niet echt, want ze gaan dus dat vooral aan de aandeelhouder teruggeven. En je zegt eigenlijk, ik hoor je zeggen van Shell is hierin van goede wil, die luistert daar een beetje naar. Maar zie je het niet ook een beetje zo als dat het een beetje lafjes is, een beetje weglopen voor de verantwoordelijkheid? Want, en dat het misschien, die druk, want ik denk goede beleggers die denken
altijd in tweede order effecten, dat een mogelijk gevolg is van de druk, is dat Shell dus zulke dingen gaat doen, olie assets afstoten. Die olie wordt natuurlijk nog steeds opgepompt, maar door een andere partij. Maar dat Shell daardoor de komende decennia een veel kleiner bedrijf wordt, puur door die druk. En dat daardoor het bedrijf, doordat het kleiner wordt, ook een veel mindere bijdrage heeft aan de nieuwe energietransitie naar een betere wereld. Omdat je gewoon een kleiner bedrijf bent. Ja, nou dat zou wel kunnen hoor. Maar kijk, voor Shell geldt, ik denk wel degelijk dat ze bezig zijn met de energietransitie. Kijk, zo'n raad van bestuur die moet ook kijken hoe het op langere termijn gaat. Dus niet over een jaar of vijf jaar, maar ook hoe blijft het bedrijf bestaan. Dus zij zien wel, ik denk dat ze heel goed inzien dat de olie op een gegeven moment, ik wil niet zeggen eindig is, maar dat het toch wel, als je kijkt naar de projecties van de Internationale Energieagentschap, dan hebben ze het over 2040, dat er dan nog maar 60% van de huidige olie nodig is. Dat zij dat ook wel zien, en of het dan 60% is of 70% of misschien 80%, je weet de richting in ieder geval. Dus je weet, olie wordt minder. Ja. Dus je moet daar iets mee doen. En dan kan je zeggen van, ja, we steken onze kop in het zand, want de olieprijs is nu hoog. Nee, je moet ergens in die periode, moet je afscheid nemen van je olieassets, en er zal er wel iets blijven bestaan, maar je moet toch wel mee in de nieuwe tijd. Nou, nu gaat het op dit moment natuurlijk wel erg hard. Wat je ook ziet is dat de mensen die schreeuwen om een energietransitie, en ik ben daar ook een voorstander van, begrijp me niet verkeerd, maar die willen dat alles in één keer gebeurt, en dat kan gewoon niet. Er is heel veel energie nodig. Heel veel dingen worden natuurlijk elektrisch, dat wordt een beetje de standaard, zou ik maar zeggen. Maar we, met onze economische groei, die er nu weer heel erg hard aankomt, heeft men gewoon hebben we heel veel energie nodig en heel veel elektriciteit nodig, dat moet worden opgewekt. En dat kan niet alleen met zon en wind. Dan kunnen die, je ziet hoe dat bij Alfen gaat, weet je wel, die maken van die grids. Nou, die kunnen dat elektriciteitsnetwerk kan dat helemaal niet aan. Dus dat heeft tijd nodig. En in die tijd hebben we nog steeds olie nodig en vooral gas. En er werd in Nederland enorm gebashed op gas. Afgelopen tijd, heeft ook een beetje te maken met onze gasbel in Groningen. Maar je ziet andere landen die gebruiken gas als een overgangsfase. En die gaan dan gewoon 10, 15 jaar, misschien wel langer met gas bezig. Dus, en daar zit Shell heel goed in. Nou, je ziet ook dat de gasprijs enorm opgelopen is. Er wordt nu gesproken van tekorten aan gas deze winter. Dus Shell heeft meestal wel, ze lopen nooit zo hard als dat iedereen wil. Maar ze kijken wel heel goed wat er gebeurt en waar ze moeten zijn. Dus ik denk dat ze wel heel, heel goed bezig zijn om die hele zaak goed te managen. En dat ze zo nu en dan wat olieassets zullen verkopen. Ja. Alleen ik had verwacht dat ze met het geld eerder wat andere dingen zouden gaan doen. Ja. Goed, ja. Je weet niet wat hun. Ze gaan natuurlijk niet bekendmaken van, we kijken hier en hier naar om over te nemen. Dus dat, ze gaan niet want als ze nu hadden gezegd van ja, we gaan die 7 miljard gebruiken om te investeren in zon en wind, ja, dan staan die mensen allemaal gelijk op hun achterste poten om de hoofdprijs te krijgen. Ja. Dus dat zullen we even zelf zien. Ja, ik kan me voorstellen dat Shell heel graag een ESG-sticker op zich geplakt wil zien, net als elk bedrijf, want daar hoort automatisch een veel. Ja, wil dat niet. Wat zeg je? Dat wil ik ook. Dan wil ik ook een ESG-sticker. Ja, die wildgroei en ESG, daar verbaas ik me soms op, maar voordat je als Shell zo'n ESG-sticker hebt, dan ben je natuurlijk, spreek je over decennia, Jedde. Het kan wel. Hè. Ik was afgelopen week in Denemarken en daar heb je Ørsted, of Ørsted, weet ik hoe het heet. Dat was vroeger DONG Energy. En DONG staat voor Danish Oil and Natural Gas. En die hebben hun naam gewijzigd en die zijn nu heel groot in windenergie. En die zitten in alle ESG-vakjes, ESG-mapjes. Als, je kan geen ETF aankopen met ESG of ze hebben Ørsted erin zitten. Dus het kan wel. Ja. Alleen je moet daar wel, je moet natuurlijk wel op tijd bij zijn. En inmiddels is het wel zover dat, ze hebben zo'n achterstand wat dat betreft. Omdat ze, dan moet je echt de imago oppoetsen. Je ziet wel dat Shell reclame maakt voor elektrische auto's opladen. Maar ja, dat is natuurlijk niet genoeg. Nee. Je ziet nog steeds overal die tankwagens rijden. Dus dat gaat niet zo makkelijk. Ja. Oké, Shell. Ja. Dan misschien naar iets muzikalers.
Want een bedrijf van, ik geloof, een bijna kleine 50 miljard qua marktkapitalisatie, ja, staat in één keer aan het Damrak. Normaal is daar veel reuring dan. Nu viel mij wat mee in de krantenkoppen en zo, omdat het natuurlijk geen klassieke beursgang is, geen IPO, maar een klassieke spin-off. We hebben het over Universal Music Group, afgesponnen van Vivendi. Vivendi is een bedrijf wat jij al langer kent, geloof ik. Ja, we hebben toevallig in onze lezers, die weten dat. Het is niet om op te scheppen, want ik doe net zoveel fout als goed. Maar we hebben in maart al, hadden we toevallig een koop. We hebben zoiets van Bolloré. En Bolloré is eigenlijk een Franse holding. En die hebben een belang in Vivendi. En toen was er al sprake van dat dit zou worden afgesplitst. En die Bolloré is nu, die heeft nu 18% van de aandelen in Universal. Dat hadden ze dus eerst... Dus dat verworven in, verpakt zeg maar in Vivendi. Maar nu is dat een aparte beursnotering. En is voor hun, ja, komt in één keer die waarde naar boven drijven. Omdat ze kunnen het verkopen nu. Je kan het in één keer kwijt. En dat aandeel is dus ook van, het stond toen iets van 4. En nu staat er 5,5 geloof ik, gegaan. Helaas was ik er zelf weer te vroeg uit. Maar goed, dat is er wel een ik heb ze zelf al gekocht nu, dat Universal. We hadden het er gisteren even over. Jij was er niet zo'n voorstander van, begreep ik. Maar het is wel, ik denk wel dat er wat muziek in zit. Ja. Voor mij zit er heel veel muziek in, Roland. En ze verwachten organische groei van 1% of 10%. Kijk, het is ook wel een dit soort bedrijven zijn er niet zo heel veel. Met zo'n sterke marktpositie in een bepaalde markt. Dus ja. Ik wil niet zeggen dat het een ASML is, maar ze zijn in hun markt. Heb je, geloof ik, je hebt Warner, geloof ik, hè? En je hebt Sony. Ja. En zij zijn de grootste van die drie. En die hebben met z'n drie een beetje de muziekrechten in hun handen, zeg maar. Dus dan is het de vraag natuurlijk, hoe gaat zich dat ontwikkelen? Je ziet wel dat sociale platforms, bijvoorbeeld TikTok, die moeten allemaal aftikken nu bij TikTok. Bij Universal, ja, voor de muziekrechten. Dus ja, daar zit wel groei in. En daar zie ik allemaal wel zitten. Alleen, wat jij gisteren ook al zei, het is wel zo dat er is een tendens dat de middelman overal wordt uitgeschakeld. Ja, ja. Ja, en kijk, op de eerste plaats ben ik helemaal fan van spin-offs. Want Joel Greenblatt, een professor, die schreef het boek met de foute titel You Can Be a Stock Market Genius. Maar die deed dus onderzoek naar spin-offs. En het blijkt dat spin-offs, dus bedrijven die dan apart worden gezet, wat hierin gebeurd is... 18% beter rendement halen dan de index in de eerste twee jaar. En ja. Dus heel simpel gezegd, als je alleen maar alle spin-offs in de wereld gewoon blind koopt na dat moment, dan ga je waarschijnlijk de index verslaan. Dus dat is spin-off al een altijd meedoen. Zeg je? Spin-off altijd meedoen. Ja, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Dat staat ook heel mooi in dat boek beschreven. De meest aantrekkelijke dingen zijn bijvoorbeeld als een lelijk eendje buiten boord wordt gezet met een hoge schuld. En dan wil helemaal niemand daarmee. En bovendien krijg je als zo'n bedrijf wordt afgesponnen, dat heel veel institutionele Franse beleggers die eerst in Vivendi beleggen, omdat dat een nationale kampioen is, die krijgen nu een Nederlands bedrijf in één keer. En die denken, ja, dit hoort niet in mijn portefeuille, ik gooi het eruit. En wat je ook nog eens kan krijgen is dat, omdat Universal zo groot is straks, dat het door allerlei indexfondsen wordt opgenomen, wat er eerst niet is. Dus je krijgt zo'n nieuwe balans tussen vraag en aanbod, waardoor spin-offs eigenlijk al veel beter presteren. Net als dat het management natuurlijk veel meer gefocust is. Je kunt hun beloningsprogramma's en hun incentives nu echt focussen op de prestaties van het bedrijf. En dan blijken bedrijven in één keer veel beter gerund te kunnen worden. Dus in die zin moedig ik dat aan. Ik heb in het verleden regelmatig aan spin-offs meegedaan. Een mooie website voor spin-offs is volgens mij, als je het googelt, spinoffs.com of zoiets. Mocht je dat Er was er vandaag ook eentje, die ging niet goed. Ik ben op vakantie op de Veluwe, dus ik heb iets passiever op het nieuws. Ja, nee, vandaag was er een spin-off van Bertelsmann. Dat is een callcenterbedrijf, Majorel heet dat. Oh ja. En die werd op 33 naar de beurs gebracht. Dat was een private placement. Ze hebben 20% van die aandelen hebben ze onderhands verkocht. En die heeft dus nu een listing in Amsterdam ook. Best een groot bedrijf ook, 3,3 miljard waard. En tenminste, dat was het. Nu is het nog 3 miljard waard. Dat is 10%. Minder op de eerste dag. En dat is, maar goed, ik weet niet waarom. Ik ben er niet echt in gedoken. Ik heb helemaal niks met callcenters. Eigenlijk allemaal een hekel aan die bedrijven. Die bellen voor lagere energieprijzen. Ga weg. Ja. Maar goed, we zullen daar wel eens naar kijken binnenkort of dat wat is. Ja. Maar in principe, inderdaad, als je bijvoorbeeld kijkt naar... er zijn
ook voorbeelden zat, bijvoorbeeld Signify, IG destijds met NN geloof ik, hè? Dat was ook een hele mooie. Proces is natuurlijk ook een spin-off, niet per se succesvol natuurlijk sinds de beursgang, maar het is een voorbeeld. Dat doet momenteel minder helaas, maar komt wel weer. Ja, en misschien nog wel leuk, omdat we misschien hierin ook van Horizon, kijk, als je als belegger gelooft content is king, dan is Universal natuurlijk de play in de muziekindustrie. Als je de rechten van Taylor Swift en de Beatles hebt, dat is natuurlijk tijdloos en is altijd geld waard. En in die zin is het ook een mega, mega veilige belegging, denk ik, voor de lange termijn. Bovendien, wie ben ik? Bill Ackman zit er natuurlijk ook in. Met een 10% belang, niet de eerste de beste. Tencent zit er geloof ik ook in, met een 20% belang. Ja. Waar ik een beetje huiverig voor ben, en dat komt dan met name omdat ik het boek over Spotify heb gelezen, over die oprichter. Dat natuurlijk de Spotify moest eerst op de knieën naar de platenmaatschappijen. Alleen, die balans begint nu te schuiven. Dat Spotify wordt nu machtig. En bovendien zijn de platenmaatschappijen, daar hadden we het gisteren eigenlijk ook al over. Voor de artiest is het geen aantrekkelijk model, want die krijgen soms maar 20% van de opbrengsten per stream. En dat is geen goede deal. En nu, je had het ook over TikTok net. Er wordt nu heel veel, de nieuwste hits worden inmiddels via TikTok ontdekt. En je ziet steeds meer artiesten. Het is nu nog heel erg aan het beginnen, maar er zijn weer technologiebedrijven die zich daarop richten, wat jij ook noemde, om de middleman in weg te snijden. Want 80% van de kosten lekt eigenlijk weg. En ze hebben natuurlijk wel een functie, die platenmaatschappijen, voor nieuwe artiesten, voor de marketing. Maar het is wel iets wat mij betreft rijp voor disruptie is voor artiesten om rechtstreeks naar Spotify te stappen. Ik denk wel dat een Spotify, die wordt natuurlijk wel sterker door hun enorme marktpositie. Maar aan de andere kant, kijk, Universal en Sony, die hebben die catalogus of die catalogie met muziek. En zolang zij ervoor zorgen dat daar heel veel bekende muziek in zit van artiesten, de gearriveerde artiesten, zou ik maar zeggen, dan denk ik niet dat Spotify het in zijn hoofd haalt om zelf zoiets te gaan doen. Het zou ook andersom kunnen, hè? Dat bijvoorbeeld Universal en Sony, dat die zelf een streamingdienst oprichten. Dus ik denk dat ze elkaar een beetje in evenwicht houden en ieder blijft bij zijn eigen ding. En dat het te gevaarlijk is om je te begeven op het terrein van de ander. En ik denk dat ze in die zin hebben ze elkaar nodig. En er zijn natuurlijk ook, er komen allerlei andere voorbeelden. Je zit bijvoorbeeld, we hebben nu in het magazine dit weekend een artikel over NFT's. Non-fungible tokens. En je zou kunnen zeggen dat een artiest die muziek maakt, die een singeltje maakt of een liedje. Ja. Dat is ook een uniek iets natuurlijk. Dus, en die zouden het ook op die manier kunnen gaan verspreiden via zo'n token. Of, ik heb er zelf niet zo heel veel verstand van, maar we hebben een jongen die schrijft daar heel leuk over. En dat zou natuurlijk ook in de toekomst, zou daar ook wat mee kunnen gaan gebeuren. Maar goed, dan is het aan die bedrijven, aan Universal, om ook mensen in te huren of aan te nemen die daar verstand van hebben en die dat kunnen counteren op een of andere manier. Of die daar iets mee doen of die dan gewoon dan daarin meegaan. Je moet het niet negeren, je moet het wel zien en dan ben jij de gearriveerde partij, dus moet je op tijd ingrijpen. Ja, ja. Ja, dus ze moeten zich ook een beetje heruitvinden, wat soms voor bestaande spelers wel lastig is. Zeker als ik over de cultuur in de platenmaatschappij lees. Want het is natuurlijk altijd heel makkelijk geld verdienen geweest voor ze, want je hebt die rechten. En kijk, ik ben het helemaal met je eens, Spotify kan het zich niet veroorloven om de Beatles niet in hun lijn te hebben. Dus die hebben Universal nodig. Het is alleen wel zo dat ze natuurlijk via hun algoritme kan Spotify bepalen welke artiest het meest geluisterd wordt. Want die kunnen ze gewoon naar voren schuiven. En dan kunnen ze naar voren schuiven degene waar ze zelf het meeste marge op pakken. Of dat ze met Sony Music een betere deal maken. En wie daar zit, Ariana Grande, naar voren schuiven. Ja. Omdat ze daar minder per stream betalen. Dus. Maar dat kunnen ze doen, maar als ik de Beatles wil luisteren en ze schuiven Jan Smit naar voren, dan zet ik hem uit. Dus ik moet wel naar eigen muziek luisteren. Ik geloof dat ik de microfoon hier ook nog maar even nog niet bijpak. Nee. Leuk. Ja, jij hebt toch ook zo'n zanger, ook zo'n soort Spotify-concurrent in Nederland? Daar had je het ook over gisteren. In Nederland? Die van Marco Borsato. Oh nee, dat is een fonds, een beleggingsfonds. Okay. Pythagoras heet dat. Ja. En dat is een soort, een concurrentje van Universal eigenlijk. Kijk, wat zij doen, dat is gewoon die muziekrechten opkopen van allerlei artiesten.
En daar zit gewoon waarde in. En daar komt de inkomsten uit. Dat zijn eigenlijk hele mooie cashflows. Omdat, dat gaat natuurlijk altijd door. Dat zijn langlopende contracten. En als jij bijvoorbeeld de catalogus met de muziek van, nou, noem maar op, van de Beatles hebt. Of van Michael Jackson. Ja, dat gaat natuurlijk. Dat blijft, zijn bekende artiesten, die blijven bekend. Dat, ook de jonge lui, die gaan er ook weer luisteren. Dus dat gaat eigenlijk eeuwen door. Ja. Maar goed, toevallig weet ik daar iets meer van. Want ik ken iemand die gaat daarin investeren. En die kreeg toen John Eubank. Dat is zeg maar de liedjeschrijver van Marco Borsato. Die zit erachter. Met nog wat mensen van ik geloof iemand die heeft gewerkt bij Buma Stemra, die regelt dat en alles. En die Eubank moet dan de muziek die ze aankopen, de rechten, moet hij beoordelen of dat goede muziek is of niet. Maar ik kreeg toevallig, er is ook een Spotify-lijst van muziek die erin komt, die ze hebben, geloof ik. En die hebben ze mij opgestuurd, dus ik weet wat erin zit. En dat is niet erg internationaal, moet ik zeggen. Er zit wel in van het goede doel. Wel van de Golden Earring hebben ze wat. En Shocking Blue hadden ze. Nou, ook leuk. Maar ook Jeroen van der Boom en zo. Ja, maar God, wat moet je daar nou mee hebben? Dat wordt internationaal, is dat natuurlijk niks. Nee. Dus daar krijgen we misschien wel wat geld van binnen, maar niet veel. Je moet eigenlijk goede internationale, grote, aansprekende artiesten hebben. En dan kan je, daar kan je wat mee. Dit was wel leuk, want ik zat twee weken geleden met mijn maat in de kroeg en had het hierover. Dat is een leuk verhaal, maar goed. Dat blijft een beetje Nederlands, een beetje klein, denk ik. Maar goed, ik denk dat zo'n Universal pakt eraan in het grote. Die hebben grote, bekende artiesten. En daar komen mooie cashflows uit, daar ga ik vanuit. En voordat we naar de tip van de week gaan, wat is jouw muzieksmaak eigenlijk? Ik ben al wispelturig. Ik hou in ieder geval niet van jazz. Oké. Okay. Maar Ik hou van Duitse muziek ook. Ik ben Helene Fischer. Ja, leren kennen op de wintersport. Er is net een nieuwe single uit van Helene Fischer. Die kan ik zeker aanraden. maar ik hou ook erg van Franse muziek, van chansons. Ik kijk nu het programma van Matthijs van Nieuwkerk. Mijn vriendin is Franstalig. Die heeft mij veel Franse muziek laten horen en zien. En daar zit echt. Dat is in Nederland helemaal niet bekend. Hè? Want bij ons, kijk, als je bij ons kijkt naar de radiozenders, is alleen maar Engelstalig wat ze laten horen en een beetje Nederlandstalig. Maar zelfs een zender als 100% NL, die is van zijn geloof gevallen, want die laat ook buitenlandse muziek horen, maar alleen maar Engelstalig. Dus Duitse muziek en Franse muziek hoor je eigenlijk bij ons helemaal niet. Terwijl daar echt heel veel, vind ik, heel veel mooie muziek is. Dus, maar goed, misschien ben ik een uitzondering. En jij dan? Ja, ik hou bijvoorbeeld wel van de Foo Fighters of van Bruce Springsteen. Het is een beetje hoe je humeur erbij loopt. Soms gewoon klassieke muziek. Als je wil nadenken of wandelen. En soms hele foute 90s muziek. Het schommelt nogal. Ja, nou ook leuk. Ja, maar ik bedoel, je smaak hoeft nooit één ding te zijn. Het kan van alles zijn. Ja. Mooi. Bedankt voor de muziektip. Heb je ook nog een aandelentip voor ons? Altijd natuurlijk. Die schud ik zo in mijn mouw. Het is. Ik zou het niet meteen kopen, maar je moet het misschien. Het is wel iets om over na te denken. En dat is natuurlijk ook leuk. Ik was in Denemarken vorige week. Ik heb een broer die woont in Denemarken, die is 25 jaar getrouwd. Echt een wereldprestatie. Ik heb hem niet gered in ieder geval. Maar daar hadden we een leuk feest en toen ben ik ook even een uitstapje gemaakt naar Kopenhagen. En een hele leuke stad om heen te gaan, echt leuk. Ja. Corona hebben ze daar niet, merk je helemaal niks van. En toen we hadden niet veel tijd, dus we hebben een boottochtje gemaakt. Toen voer ik, of vaarde ik, zeg je dat, door de haven daar. Toen zag je daar het hoofdkantoor van Maersk, zeggen de Denen, geloof ik. En dat is een hartstikke leuk bedrijf. Ik ben daar ingedoken. We hebben daar dit weekend in het magazine een heel uitgebreid artikel over. En die gasten verdienen zich helemaal scheel op het moment. Dat is echt niet normaal. Die zitten natuurlijk in het containervervoer. Vervoer over zee, ook over land doen zo, maar met name over zee. Joekels van schepen hebben ze. Schepen van 400 meter lang. Er kunnen 18.000 van die kistjes op, van die containers. En je weet de prijs voor die containers, die is geëxplodeerd. Hè? Dat kostte normaal gesproken rond de $1,200 voor één container om te huren. En nu ligt het boven de 10.000. En die jongens die verhogen iedere keer de winstverwachting elke 3 maanden eigenlijk. Ze begonnen met Outlook afgelopen jaar was van, 2021
Kwamen zij op een EBIT van 4 miljard. Ja, inmiddels zaten ze dat, daarna, ja, drie maanden later was het over 7, toen 11. En nu is het op 18 à 19 miljard. En het bedrijf staat dus 4 keer de winst. Ja. En die koers is wel opgelopen, maar die is natuurlijk best wel hard opgelopen. Maar goed, nog steeds is het eigenlijk een, qua koers-winstverhouding, ja, loopt dat aandeel niet mee. En dat is natuurlijk ook enigszins logisch, omdat we weten eigenlijk wel dat het op enig moment weer afgelopen is met die containers. Maar ja, het is nog steeds zo. Het gaat al een hele tijd door. En elke dag die erbij komt, is voor hun kassa. Ja, ja, ja. Dus dan is eigenlijk de huiskamervraag is, hoe waardeer je zo'n aandeel voor 4 keer de winst? Ja. Zeggen we, nou, die moet je hebben, want het is 4 keer de winst. Of zeggen we, ja, je moet ze nu geven, want over een jaar is het 15 keer de winst. Of als je puur absoluut kijkt naar die koers, staat nu 19.000 Deense kronen, zeg maar, $3.000 ongeveer. Dan zou je kunnen zeggen, die moet je nu geven, want veel duurder worden ze niet. Maar aan de andere kant komt er heel veel geld binnen. En als het geleidelijk aan afkalft, maar dat het bijvoorbeeld volgend jaar nog steeds zo'n jaar wordt, dan komt er heel veel geld binnen. En dat gaan ze ook uitkeren. Ze gaan nu heel veel aandelen inkopen, eigen aandelen inkopen. Ze kopen ook eentje van de familie. Ja. Er zit nog 50% bij de familie Maersk in de holding. Dus, maar het is heel leuk dat is natuurlijk een heel aparte markt. Tegelijkertijd was ik heb ook al een tijdje Euronav, dat loopt nu eindelijk een keer wat op. Het staat 10% hoog deze maand, maar die zit ook in zeevervoer. En dat ligt helemaal op zijn gat, ja. Die olietankers. Ja, het zijn natuurlijk allebei de voorbeelden van bedrijven die in sectoren zitten waar af en toe een enorme inbalans zit tussen vraag en aanbod, waardoor die spotprijzen zo omhoog gaan. We zien dat denk ik nu ook op de uraniummarkt. Ja. En de vraag is dan inderdaad natuurlijk voor de belegger, de huiskamervraag, zoals jij zo mooi zegt, van ja, hoe lang gaat die verhoogde, die eigenlijk kunstmatig hoge winst, want dit is natuurlijk niet blijvend, ik denk dat we daarover eens zijn. Maar als dat 4 jaar zich voortduurt, zeg jij, tegen 4 keer de winst, dan heb je dus eigenlijk in 4 jaar je geld terugverdiend. Ja, kijk, we hebben het afgelopen jaar ook meegemaakt met Euronav. Euronav die had meteen na de crisis, de coronacrisis, die olieprijzen gingen omlaag. Dus iedereen wilde olie opslaan. Dus die tarieven voor die tankers, die werden gebruikt voor opslag, die gingen helemaal door het dak. Dus, op een gegeven moment vingen ze iets van $250.000 per dag voor zijn tanker. Nou, ging dat aandeel naar 11. Gingen ze heel veel dividend uitkeren. Maar ja, goed, half jaar later was het gebeurd en lag de markt natuurlijk op zijn gat. Nu wordt die olie weer uit die tankers gehaald. Dus die zijn nu weer leeg eigenlijk. En dan komen die tankers weer in de vaart. En echte vraag naar transport voor olie was er nog niet de afgelopen maanden. Dus dan gaan die tarieven gingen naar nul. Gingen gewoon naar nul. Ja. Dus, en dan is het weer precies het omgekeerde. Maar ja, dan eigenlijk moet je dat anticyclisch handelen. Dus je zou zeggen van, als het slecht gaat, dan ligt zo'n aandeel op zijn gat. Maar dan moet je ze eigenlijk wel hebben. En als het te goed gaat, als het heel goed gaat, dan weet je van, ja, dit is natuurlijk niet een situatie die heel lang blijft bestaan. Maar er komt wel verschrikkelijk veel geld binnen. En de vraag is, wat gaan ze daarmee doen? Bij Euronav was het zo, die ging het uitkeren aan dividend. Dus ik kreeg heel veel dividend binnen. Ja, als zo'n bedrijf de aandelen voor gaat inkopen, op een weliswaar hoog niveau, maar goed, komt er heel veel geld binnen, ja, dan wordt die KW natuurlijk anders het jaar erop. Ja. Want dan ben je met veel minder aandeelhouders. Ja. Ja, ik snap het. Mijn gevoel zegt dan wel een beetje, kijk, ik beleg niet echt in cyclische bedrijven, denk ik. Ja, wel eentje, maar het is, je wil ze eigenlijk op de bodem kopen van de cyclus. Als de ellende het grootst is. Nou, dat is duidelijk. Misschien bij Euronav eerder nu dan bij Maersk. Zouden ze dan niet veel beter aan doen om dat geld wat ze nu verdienen op de balans te zetten? En dan wachten op die draaiende cyclus, wat ongetwijfeld over een jaar of 2 jaar of 3 jaar gaat komen. En dan gaan met aandelen inkopen? Daar hebben ze ook wel ervaring mee. Want als je kijkt naar de historie, de afgelopen 5 jaar hebben ze 3 jaar verlies gemaakt. Ja. Dus zo geweldig gaat het er allemaal niet. En nu komt er zo'n verschrikkelijke bak geld binnen. Ze hebben een schuldpositie van 9 miljard. Maar ze verdienen 18 miljard dit jaar. Nou, daar moet nog wat een beetje belasting af natuurlijk. Maar goed, laten we zeggen dat ze 15 miljard overhouden. Dan kunnen ze in één keer de balansen oppoetsen. Maar dat doen ze natuurlijk ook niet. Want de rente is laag. Dus heel efficiënt je kapitaal inzetten. Dan ga je niet je schulden aflossen. Nee. Maar de vraag is wel,
wat kunnen ze met het geld doen? Hè? Je kan gewoon als bedrijf opeens zeggen van, we gaan totaal iets anders doen, of we gaan iets erbij doen, of we gaan ons daar inkopen in die markt, of we gaan... Het is een bedrijf met een historie, bestaat al 100 jaar. Ze hebben ook in olie gezeten, ze hebben in olieonderzoeksbedrijven gezeten. Boorbedrijven hebben ze gezeten. Ja. Dus ze doen wel allerlei aanpalende dingen, daar hebben ze wel ervaring mee. En dat zouden ze ook kunnen gaan inkopen, bijvoorbeeld in de energiemarkt met windenergie. Wat ze maar willen. Er is zo'n bak geld, ze kunnen alles doen. Nou, als ze een artiest gaan vastleggen en een platenmaatschappij gaan vormen, dan weet ik niet per se of dat verstandig is. Maar wat ik denk ik wel weet is, het is een familiebedrijf. Ja, en daar gebeuren gemiddeld genomen verstandigere dingen met het geld dan bij een niet-familiebedrijf. Ja. Dus daar moet je dan op vertrouwen. Ik heb gekeken of ze nog vrijgezelle dochters hebben, maar die zijn er niet meer. Niet voor mij, hè? Voor iemand anders. Het schoot me net ook te binnen. Jij hebt natuurlijk Inberg. Is dat niet een beetje Scandinavische roes, omdat je broer... Ja, we hebben familie in Finland. Tenminste, niet familie, maar mensen met dezelfde naam. Ik heb ook wel eens een Noor ontmoet op internet met mijn naam en Rus. Dus, maar wij komen... Op een datingsite? Oorspronkelijk, nee, niet op een datingsite. Okay. Nee, oorspronkelijk komen we uit in de buurt van Staphorst. Daar heb je een gebiedje, dat heet Inberg. De buurt van Eihorst. En daar is... ik denk dat het daar een beetje vandaan komt. En voor de rest zitten ook nog wat Duitsers in de familie. Oké. Maar goed, in Nederland ken ik verder niet mensen met mijn achternaam die geen familie zijn. Oké, nou dit is een oproepje aan iedereen die dezelfde achternaam heeft, maar... Maar Nijboertjes zijn genoeg. Ja. Ja toch Henkie Nijboer van de Partij van de Arbeid? Oh ja, ja. Die zit in de Kamer. Ja. Zeker. Ja. Dat is ook een Groninger, toch? Ja, volgens mij een nuchtere kerel. Gewoon, ja. ik hou er wel van. Ja. Niks mis mee. Doet goed zijn best. Ja. Hey, wat staat er in het magazine, Nico? Oh, Roland, we hebben zoveel, jongen. Dit is niet normaal. Zoals even kijken. Ik zit hier achter mijn computer. Ik kan het zo zien. Tuurlijk, Maersk. We hebben een heel leuk artikel over Dutch Boys. Nee, Dutch Bros. Dutch Bros. Er is vorige week een bedrijf naar de beurs gegaan op Wall Street. En op 23 door. Die is al verdubbeld in waarde. Ze staat nu al boven de 50 zelfs. Dat zijn twee... van oorsprong Nederlandse jongens. Ze zijn zelf in Amerika geboren, maar hun opa is naar Amerika verhuisd. Is daar een boerderij begonnen. Ze hadden ergens in Californië, toen kregen ze gedoe met de milieudienst. Hebben ze de boerderij omgezet in een golfclinic-achtige iets. Resort. Maar die jongens die zijn een koffietentje begonnen. Gewoon met een karretje, met koffie. En die gingen daar ergens aan. Het staat dat de eerste dag hadden ze omzet van 65 door, 1992. En die hebben dat uitgebouwd tot een hele grote keten met nu met 471 locaties. En je kan er met je auto langsrijden, zeg maar, en dan kan je koffie bestellen. Ja. Dat noemen ze een drive-thru, heet dat. En hun logootje is ook een molen. En loopt hartstikke goed. Een van die jongens is al 15 jaar geleden overleden aan ALS. Dus ze geven ook elk jaar geld aan die stichting. En dat hebben we uitgezocht hoe dat precies in elkaar zit. En die jongens heeft ook, een van die jongens heeft meegedaan aan Undercover Boss. Oh ja. Programma? Ja, leuk. Ja, dan gaat zo'n CEO, die gaat gewoon ergens in een bedrijf, wordt die aangenomen, zogenaamd, en dan gaat hij eens kijken hoe het allemaal loopt. En er is, die aflevering hebben we ook in het magazine staan, kunnen mensen zien. Hartstikke leuk verhaal. Maar goed, dat is dat. Uranium hebben we het over, ETF van de week gaat over uranium. We hebben een Belgisch journalist, Stefan Willems, aardige kerel, die heeft daar een artikel over geschreven op zijn Belgische website, Spaarvarkens, die hebben we overgenomen. Dan China, Jordi heeft naar China gekeken, een heel verhaal over wat er nou precies allemaal aan de hand is. De claimmissie van Lufthansa, doe jij waarschijnlijk niet aan mee, want je hebt waarschijnlijk niks met vliegtuigmaatschappijen. Lufthansa ligt ook op zijn gat natuurlijk, en die willen schulden afbouwen. Shell, Universal, Essilor, Luxottica... En nog veel meer. We kijken vooruit naar ASML. ASMI komen volgende week met investeerdersdagen. Het is heel erg leuk om te kijken hoe die tegen de markt aankijken. En natuurlijk de beurspuzzel met alle IPO's van de afgelopen 5 jaar in Nederland. Weet jij de 5? Ik denk het wel, ja. Goed zo. Nou, dan kan je inzenden. Misschien kan je dan een tientje winnen. Oh, kijk eens aan. Ja. Ja, dat Undercover Boss, heel toevallig heb ik dat met Barbara in onze podcast ook besproken, want we hadden het over founders. En dit is dus ook een heel mooie story van waar de oprichter nog aan het roer staat bij die Dutch Bros. En bedrijven waar oprichters aan het roer staan,
presteren gemiddeld 3,1 keer zo goed als bedrijven waarbij dat niet zo is. Oké. Dat blijkt uit de wetenschappen. Dus ja. Dat je kan, en dit is dan zo'n prachtig voorbeeld dat ze met een echt sympathiek verhaal een heel eind komen. Dus als je daarmee over wil weten waarom dat zo is, check dan ook de podcast Beleg met Roman. Oké. En dan nog één ding, Roman. Nou. Wat ga je maandagavond doen? Oh ja, de masterclass. Masterclass snelle groeiers analyseren komt al heel dichtbij. Dus mocht je dit later horen, hij wordt ook opgenomen. Maar maandagavond om 8 uur gaan we snelle groeiers analyseren. En wat ik vooral ga doen is, want de meeste snelle groeiers eindigen op de vuilnisbelt. Dat is een mooi verhaal, maar dat leidt uiteindelijk tot niets. En hoe kan je nou daarin discrimineren dat je dus wel misschien een volgende Amazon te pakken hebt? En daarin, de kunst is natuurlijk ook, maar dat moeten mensen zelf doen om daarin te blijven zitten. En wat ik ook heel leuk vind is als je een ticket koopt, ticket kost €47, dat je ook toegang krijgt tot het multibagger event. Een multibagger is een aandeel, voor degenen die het niet weten, die meerdere keren over de kop kan gaan. Dat zijn echt groeibedrijven. En dan gaan we eigenlijk met z'n allen, iedereen één bedrijf pitchen, een groeibedrijf. Oké, je eigen bedrijf pitchen. Ja, en dan ga je in een groepje en dan wordt daar een winnaar uitgekozen. Dan ga je door naar de winnaar gaat door naar de volgende ronde. En uiteindelijk heb je dan een hele mooie lijst met allemaal... Kan ik daar aan meedoen? Ik denk dat jij wel wat mooie, snelle groeiers weet. Ik heb wel een potentiële tentbanger. Ja? Ja. Zeker. Moet natuurlijk benadrukken dat bij die snelle groeibedrijven zijn de risico's ook hoog. En dat we niet meer daar ook geen advies geven. Ik wil hem best delen. Mijn tentbaggetje is een je hebt af en toe van die aandeeltjes. Je denkt van, waarschijnlijk wordt het niks, maar je weet nooit. Ja. En zo zit ik in Steinhoff. Steinhoff is failliet gegaan, maar die zijn nog niet helemaal failliet. En er wordt nu schulden worden afgewerkt, hoop ik eens. Dus ze proberen een akkoord te sluiten met iedereen die geld van ze wil. En heel toevallig hebben zij, ze hebben een soort een belang in het Amerikaanse Better Bet, in Mattress Firm. Ja. Die gaan straks naar de beurs, daar hebben ze 50%, daar zit waarde in. Die hebben natuurlijk heel goed gedaan de laatste tijd. En ze hebben ook nog een soort Action hebben ze in Engeland. Die hebben ze net naar de beurs gebracht in Polen. Ja, het wordt echt een schimmig verhaal. Ja. Maar dat gaat ook wel goed. Hè. Dat stond echt, dat aandeeltje was natuurlijk op sterven na dood. Er stond een duppie. Ik denk, ja, wat kan het kosten? En nu zijn ze toch wel een stukje verder. Ze hebben een aantal van die dingen al afgehandeld. En je gaat van de ene rechtszaak naar de ander. Maar het staat nu 18 cent of zo. Dus vooral niet kopen, levensgevaarlijk. Ja, wij gaan dus inderdaad niet op zoek naar dit soort jackpotbedrijven. Want het kan ook heel goed misgaan in zo'n geval. Zo'n bedrijf kan failliet gaan. We proberen vooral gezonde, snelle groeiers die de wereld over 10, 20 jaar gaan domineren vooral. Nou leuk, maandagavond 8 uur. Ja. Sharp. Ja, je kan je inschrijven op roannijboel.nl/snellegroeien. Er is geen voetbal, dus iedereen kan gewoon kijken. Wat zei je? Er is geen voetbal, dus iedereen kan gewoon kijken. Okay. Dat is mooi. En Nico, heel erg bedankt. Ik zie je zo nog over 10 seconden even. En, we gaan een biertje drinken zo. Heb je ze koud gezet? Nou, dat niet, maar het is hier zo koud op de kamer, dat is geen enkel probleem. Is goed. En luisteraar, bedankt voor het kijken of luisteren. En graag tot de volgende week. Tot ziens, goed weekend.